In het oosten van Overijssel, tegen de Duitse grens, gaat een aantal veehouders natuur beheren. Dat is uitzonderlijk. Het gaat om Natura 2000 gebieden in Dinkeland, in geel aangegeven op de kaart. Daar runnen 20 veehouders hun bedrijf. Sinds de decentralisatie van natuur zijn wij in Overijssel verantwoordelijk voor het behoud van de biodiversiteit. En moeten ook kijken op bepaalde plekken om dat te verbeteren. Door natuurrealisatie leven bij de boeren in Dinkeland onzekerheden over de toekomst van hun bedrijf. Een deel van de boeren wordt uitgekocht of doet een grondruil. Een beperkt aantal veehouders ziet toekomst in natuurrealisatie, natuurbeheer en extensieve veehouderij. Vernatting is in Punthuizen, Stroothuizen en Beuningen-Achterveld heel wezenlijk. Je hebt daar te maken met hele kwetsbare natuur. Afhankelijk van hogere waterstanden, zoals blauwgasland en allerlei venvegetaties. Door de jaren heen is dat sterk verdroogd door diepe sloten eromheen in het landbouwgebied. En Nederland heeft de opgave, en Overijssel ook, om die grondwaterstanden omhoog te krijgen. Om die natuur weer in het zadel te krijgen en duurzaam te laten bestaan. De Natura 2000 maakt het onmogelijk om het bedrijf uit te voeren zoals het geweest is. Die intensieve veehouderij, dat kan niet meer. Dan komt dit hele gebied hier, tot aan die bosrand, komt helemaal onder water te staan, zeg maar. Dat wordt echt allemaal nat hier. Dan is eigenlijk het beweiden zou nog kunnen, maar heel matig. Een paar dieren, maar... Wij hebben een best wel grote taak, want er zijn 24 Natura 2000 gebieden waar wij dus aan de slag gaan. Wij hebben 15 partners, gemeenten, waterschappen, LTO, natuurbeheer, terreinbeherende organisaties. En we hebben eigenlijk met elkaar afgesproken dat we één gezamenlijk doel hebben. Namelijk zorgen dat de natuur verbetert, want dat is de opgave. En zorgen dat er ook economische groei ontstaat. En daardoor zijn alle partners, hoewel ze andere achterbannen hebben met andere belangen, wel gezamenlijk achter dat doel gaan staan. Veehouder Robert Keizer is een van de boeren die graag meewerkt aan natuurrealisatie. Hij blijft eigenaar van al zijn grond, die deels vernat wordt. Daarnaast verwacht hij meer grond van de overheid in beheer te krijgen. Dan kan hij zijn huidige vleesvee, 120 stuks, handhaven dat een groter gebied begraast. Bovendien krijgt hij van Staatsbosbeheer dan een vergoeding voor natuurbeheertaken, zoals maaien en afvoer van gemaaid materiaal. Recreatie ziet Keizer ook als mogelijke inkomstenbron. Nee, probleem zie ik helemaal niet. Ik zie alleen maar positieve dingen. Ik hou van de natuur. Mijn vee past goed in de natuur. Ja, met beweiden, met alles. Ik zie eigenlijk geen negatieve dingen. Nee. Het gaat er ons ook niet om... maar landbouwgrond te verzamelen om de natuur te ontwikkelen. Nee, het gaat echt om maatwerk. Dus welke percelen zijn nou echt strikt nodig om de maatregelen op uit te voeren? Dus eerst goed uitgelegd, wat zijn we van plan? En daardoor ontstond er meer gevoel bij de streek. Oké, het zijn toch betrouwbare mensen die het goed voor hebben. En wat erg hielp is dat we een deskundige team hebben ontwikkeld vrij snel. Met daarin mensen die de eigenaren ook goed kennen. Een onderzoeker heeft er al jarenlang, wel 30 jaar rondgelopen om onderzoek te doen naar het functioneren van het watersysteem. Nou, dat wekt vertrouwen. En hij kent ook de eigenaren en de ouders van de eigenaren. Nou, dat zorgt er wel voor een vloeiende start. Nee, ik weet nog niet waar we aan toe zijn. Nee. Ik weet zeker, het wordt natuur, dat is duidelijk. Maar hoe het verder uitgewerkt wordt en op wat voor manier en hoeveel hectares en de aantallen. Dat is allemaal nog... Ja, het zit allemaal nog in de pen, om het zo maar te zeggen. Er is nog geen duidelijkheid over. Ja, en zolang er geen duidelijkheid is, blijven zij in onzekerheid. Dus vernatting en ook van vastgoed. Dus houden ze de voeten wel droog? Dat zijn allemaal vragen die bij hun enorm spelen. En waar we heel serieus op in moeten gaan. Wij vinden in Overijssel dat individu nooit de dupe mag worden van een collectief belang. Hè, de natuur verbeteren. En dat betekent dat we ook echt met de ondernemers die het betreft rond de tafel gaan zitten om te kijken hoe kunnen zij nou zorgen dat dat de maatregelen ook passen binnen hun bedrijfsvoering. Maar dat vraagt wel wijzigingen van contracten en precies kijken wat zijn behoefte is en die van het gebied en de maatregelen. En dat betekent dat we verwachten dat we vanaf 2018 daarover handtekening kunnen zetten. Het moet wel zorgvuldig. En in de pasperiode is dat dus 2 jaar. Dat is redelijk snel.
voor die periode. Het beheer van het gebied, daar zie ik de toekomst in. Zowel met koeien, het laten beweiden, het begrazen. Dan wel de rest van het beheer, zeg maar, het maaien, het onderhouden van het hele gebied. Wat zowel voor beweiding dan voor het publiek openstellen. En, dat ze er ook van kunnen genieten.